Nou, gefeliciteerd. Jij en Koen zijn nu de officiële opvolgers van Bas Inaren. Maar wat houdt het eigenlijk in? Ja, nou ja, dat er natuurlijk altijd boeven zijn en dus altijd helden nodig zijn. En dat is nu aan ons om die taak mooi te gaan vervullen. Komt er nu dus ook een serie voor jullie? Ja, dat moet je eigenlijk aan de regisseuse vragen, want ja, ik heb geen idee. En als ik het al wist, dan mag ik dat lekker toch niet zeggen. Maar ik zou het heel leuk vinden als er een serie zou komen. Want het was natuurlijk een heel leuke groep om mee te werken. En ik zou het ontzettend fijn vinden als we lekker verder kunnen met z'n allen. En gewoon door kunnen bouwen op alle personages. En ja, zou ik heel tof vinden. Over boef gesproken. De jonkheer zei dat jullie nog altijd niet van hem af zijn. Dus verwacht je me nog vaak terug te zien? Ik hoop het stiekem wel, ja. Want dat zou betekenen dat we gewoon weer een volgend avontuur aan kunnen gaan. Dat zou ik wel heel leuk vinden, ja. We zagen ook eerder dat jullie van Bassie en Adriaan Robin de Robot kregen. En is dat symbolisch bedoeld of zullen we hem ook terugzien? In de film terugzien, Robin. In de film natuurlijk, dus we zagen hem zojuist, maar zullen we hem vaker terugzien, denk je? Nou, dat zou wel leuk zijn, maar daar weet ik eigenlijk niks over. Dat zou je ook even aan de regisseurs moeten vragen. Die heeft daar natuurlijk al helemaal beelden bij. Maar het zou wel leuk zijn, want ik vind het was heel leuk om met Robin te werken. Heel leuk, leuk robotje. Jij bent dus het nichtje van Bassie. Wie zijn jullie ouders dan? Jouw ouders? Wie mijn ouders zijn? Ja, dat komt in de film echt totaal niet naar voren. Dat is ook niet. Dat zijn geen interessante personages voor de film of voor een vervolgfilm. Nog niet in ieder geval. Wie weet of dat ooit nog wel gaat komen, maar voor nu niet. Het is dus nog een mysterie. Eigenlijk wel, ja. Ja. Verwacht jij tot jij 79ste door te gaan? Nou ja, als ik überhaupt ooit 79 mag worden, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Maar dat, ja, het is superleuk. Ik bedoel, het was zo'n leuk avontuur en zo gezellig en fijn om met iedereen te werken. Dus als ik dit nog jaren mag doen, dan word ik daar heel blij van. Ja. Laten hopen van wel, toch? Ja, zeker. Laten we dat hopen. Zou mooi zijn. Ja. En weet je eigenlijk wie op dit idee van deze film is gekomen? Nou, dat is bij Bassie en Adriaan zelf ontstaan en bij Chef natuurlijk, Chef Scholten, de producent van dit alles. En voor hun was het gewoon heel belangrijk om toch nog een soort van afscheid te kunnen nemen, want 12 jaar geleden zijn ze toen gestopt, heel plotseling. En ze vonden het toch wel belangrijk om een afscheid nog te kunnen nemen van het publiek. En dus eigenlijk voel ik me heel vereerd dat wij nu natuurlijk daar in die film mogen meespelen. Maar voor hun is dit toch wel echt een afscheid en een afronding van een heel mooi tijdperk. En als een van de opvolgers, denk je dat je meer de Bassie of meer de Adriaan van het duo bent? Nou, daar hebben Patrick en ik nogal vaker discussies over, maar ik denk toch dat ik meer de Bassie ben. Ja, en Patrick meer de Adriaan. Ja. Oké, en waar ligt het aan? Waar zie je dat aan? Nou, ik vind gewoon, als ik naar Bassie kijk, vroeger in de films en als ik nu naar mijn eigen rol kijk, dan zijn we allebei best wel impulsief en gewoon lekker gek. En we gaan gewoon overal vol in, zonder na te denken soms. En Patrick Koen, zeg maar, is toch wel meer die denkt wat meer na, die ziet wat sneller beren op de weg. En die denkt dan sneller van, oh, moeten we misschien niet eerst nog allerlei dingen overwegen voordat we dat gaan doen. En daarin vullen we elkaar natuurlijk wel heel goed aan, maar ik vind dus dat ik qua personage wel meer Bassie ben, ja. Nou, Peter en Fedor, jullie zijn de nieuwe boeven van Bassie en Adriaan. Kunnen jullie wat over jullie vertellen en over jullie rollen? Nou, over mezelf als Peter Sterk zijnde. Nou ja, ik ben acteur, maar laten we het over de rol hebben. Ik speel B1001, een heel moeilijk getal, ook zeker voor het karakter dat ik speel. Dit is eigenlijk mijn grote vriend en baas, Linker Leo. En in het verhaal, ja, ik ben eigenlijk gewoon de hele dag met dingen bezig en soms vang ik wat op, maar meestal begrijp ik het niet. Maar als ik doorvraag heb ik ook het idee dat de jonkheer en Linkerlee het zelf ook niet helemaal begrijpen wat er allemaal aan de hand is. Ik begreep het ook niet altijd. Ik weet gewoon dat ik aangezet word omdat we gebeld worden en we hebben een monitor, dus een direct contact met de jonkheer. En zodra de jonkheer zegt wat we moeten doen, dan gaan wij er als een soort, ja, zombies op af. Nou, zombies, dat vind ik nou ook een beetje overdreven. Nee, wij volgen gewoon. Ja, wij volgen gewoon. En wij proberen de jonkheer te helpen. Alleen, dat lukt niet altijd. Dus dat is een beetje de essentie van onze rollen. Het is heel leuk om te spelen, omdat het is eigenlijk gewoon één ding doe je en zo goed mogelijk. En helaas gaat het niet altijd goed, maar misschien in de toekomst. En hoeveel kennen jullie van deze personages in jullie zelf? Laat ik zeggen, ik kon wel veel van mezelf erin kwijt. Gewoon veel lachen, veel grappen maken. Kijken of je een beetje beeldgrappen uit kan halen. Tussendoor grapjes, dat vind ik altijd leuk. Dus qua personage denk ik, ja. Nou, ik herken eigenlijk helemaal niks van mezelf in de rol. Omdat ik natuurlijk een hele domme jongen speel. En in het echt ben ik heel hyper intelligent.
Wat trok jullie eigenlijk aan om een Bassie en Adriaan film te maken? Nou, wij werden gevraagd. Ja, dat is natuurlijk de meest luxe positie die je krijgt. Werk nodig. Ze zeiden namelijk, wij willen heel graag dat jullie de boeven spelen. Aanvankelijk stond er in het script dat het een paar jongere boeven waren. Maar toen zeiden ze, nee, we willen toch wat oudere en wat meer tot de verbeelding sprekende types. Dus nou, wat wij ook erg leuk vonden, wij werken al jarenlang samen als duo. Dus het was heel erg leuk dat we samen gevraagd werden ook. En wat voor ons ook heel leuk was, dat we zelf ook een beetje een eigen inbreng konden hebben van nog wat grappen toevoegen, slapstick dingetjes. Dus dat was voor ons erg leuk om te doen. Dus ik zou zeggen dat er de rollen op ons lijf geschreven zijn, ondanks het feit dat ik heel intelligent ben dan. De grap is ook dat de boeven hebben natuurlijk een soort entre-actfunctie. Ze zijn vaak in beeld en ze zijn de comic relief, zoals dat heet. Mensen kunnen er al om lachen omdat ze denken, oh, daar heb je de boeven weer. En ik vind dat we die rol glansrijk spelen. Okay. Toch? Nou, ja, dat zou ik zelf niet op camera zeggen, maar ik vond het ook wel leuk. Maar... Denken jullie dat Kate en Koen jullie nog vaker zullen zien? Ik hoop wel dat we nog een keer gevraagd worden voor een vervolgfilm. Want al is het alleen maar om Kate en Koen een keer goed te grazen te nemen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk, gaat dat niet helemaal lukken in deze film. Dus ik hoop dat we nog een revanche krijgen. En ik denk dat het zomaar zou kunnen. Ja. Inderdaad, bij veel kinderprogramma's had ik ook zoiets van, wanneer wint de boef nou... Ja. Dus hebben jullie dat ook een beetje gehad? En ook bij deze opnames misschien? Ja, wij doen wel alsof wij de hele tijd gaan winnen. Hè? Zodat je ook een beetje als kijker denkt, ja, het gaat ze lukken. Maar ik zou het ook wel leuk vinden dat er inderdaad ook eens een keer een serie komt. Of een film waarin de boeven gewoon keihard winnen. Alleen, dat is de serie denk ik daarna wel afgelopen. Maar het is te hopen. Ik denk dat wij, aan ons zal het niet liggen. Dus we gaan het zien. Kunnen jullie vertellen waarom mensen deze film moeten zien? Nou, meerdere redenen. Nou, ten eerste natuurlijk omdat wij erin zitten. Maar ten tweede natuurlijk omdat Bassie en Adriaan erin zitten. En Kate en Koen. Ja, het zit gewoon bomvol met of nostalgie. Of gewoon en dat je zegt, een hartstikke leuke kinderfilm. Of dat je zegt, twee hele knappe boeven, die wil ik nog eens beter bekijken. Maar misschien heb jij nog meer... Nee, ik denk ook. In Nederland wordt er wordt geloof ik 4 keer per jaar een kinderfilm gemaakt. En voor deze doelgroep en deze stijl van comedy, die komt eigenlijk niet meer voor. Dus daarom is het leuk dat je nu weer eens gemaakt wordt. En gaat genieten, zou ik zeggen. Oké, hartelijk bedankt. Kunt u ons vertellen waar de film over gaat? Nou, de film gaat over Bassie en Adriaan, die worden ontvoerd. En omdat Bassie en Adriaan, die zijn toch al wat ouder geworden en zijn eigenlijk niet zo goed meer in staat om zichzelf nog te redden. Dus ze hebben hulp nodig en die krijgen ze van Kate en Koen. En hoe bent u bij dit project gekomen? De producent die zocht een regisseur. Nou ja, dat is meestal zo, hè? Die zoekt een regisseur en via kwamen ze op mij, omdat ik heel veel, ik maak heel veel programma's voor kinderen. Dramaseries en documentaires. Dus ze hadden zoiets van, misschien is het ook wel weer heel erg leuk om haar dan die film te laten regisseren. De series die ik heb gemaakt, zoals Pup Patrol, dat zijn ook altijd een beetje over de top. Volwassen zijn altijd een beetje gek. En het mag voor mij altijd, dat kan voor mij niet gek genoeg zijn eigenlijk. Dus toen zo kwamen ze bij mij terecht. Toen hebben we daarover gesproken en ik vond het ontzettend leuk om zo'n film te maken, een afscheidsfilm voor Bassie en Adriaan en een introductie van twee nieuwe helden. Dat vond ik het uitdagende eraan. En kunt u ons ook wat vertellen over hoe dit idee tot stand is gekomen? Nou, het was zo, 10 jaar geleden zijn Bas en Aad eigenlijk abrupt gestopt, omdat vanwege ziekte. Ze hebben eigenlijk nooit een afscheidsfilm, ze hebben überhaupt nog nooit een film gemaakt. Het is altijd televisieseries geweest. En toen had Chef, die staat heel dicht bij Bassie en Adriaan en bij Bas en Aad dan. En die had eigenlijk het idee opgevat om een afscheidsfilm te maken voor Bassie en Adriaan. En eigenlijk ook een beetje dat genre door te geven naar twee nieuwe helden. Kate en Koen, zoals genaamd. Dus dat was eigenlijk de reden als een soort echte afscheid van Bassie en Adriaan. En denkt u dat Kate en Koen ook goede opvolgers zullen worden? Dat ze Bassie en Adriaan goed kunnen vervangen? Nou, in de film doen ze het heel goed. Ze hebben echt Bassie en Adriaan gered. Dus wat dat betreft hebben ze al een puntje voor. Die gaan het echt heel goed doen. Dat zie je ook nu wel. We hebben nu een aantal testviewings gedaan met kinderen. En die reageren allemaal heel enthousiast op Kate en Koen. Weet je, ze zijn nieuw, ze zijn fris en ze hebben een andere inslag weer. En het is wel meer van deze tijd. En dat is ook duidelijk meer een Kate en Koen film dan een Bassie en Adriaan film.
Nou, het is, we hebben er echt heel erg geprobeerd om die film, dat het een goede mix wordt. Weet je, dat mensen niet naar de film komen en denken van, nou, ik zie 2 minuten Bassie en Adriaan en dat was het dan. Nee, ze zitten heel erg, weet je wel, echt heel mooi verweven in de film. Zowel Kate en Koen, de nieuwe boeven, Bassie en Adriaan, de oude boeven, de Baron en Fleur Japie. Dus het is een hele mooie mengeling van zowel oud als nieuw. Wat maakt volgens u een goede kinderfilm? Sowieso de reacties in de zaal die je maakt. Als er kinderen 75 minuten lang eigenlijk doodstil zijn en lachen op de momenten waarop je het een beetje had gehoopt dat ze daarop zouden lachen. Dat het de humor is waar ze voor gaan. Maar vooral ook dat ze eigenlijk 75 minuten geboeid zitten te kijken. En aan het einde echt naar je toe komen en zeggen van dat ze het een hele leuke film vonden en spannend. En ja, weet je dan, de reactie in de zaal, en met name eigenlijk de reactie in de zaal, dat is voor mij een goed teken dat we geslaagd zijn in een goede, ik noem het geen kinderfilm, ik noem het echt een familiefilm. Omdat het is een familie voor oud en jong. Want de ouder van nu, zeg maar, die met hun kind nu naar de film gaan, die zijn opgegroeid met Bassie en Adriaan. Die kennen allemaal Bassie en Adriaan. En er zitten ook echt alleen maar dingen in waar die mensen ook wel moeten lachen. Een feest der herkenning is het. Familiefilm dus. Dus is dat ook de reden waarom iedereen deze film eigenlijk zou moeten zien? Ja, eigenlijk wel. Ja. Iedereen, kijk, toen ik begon met deze film, toen zei ik van, als ik nou zeg Bassie en Adriaan, waar denk je dan aan? Wat zeg je dan als eerste? Robby de Robot, de caravan, de auto. En beginnen ook gelijk te zingen van het nummer van Bassie en Adriaan. En die dingen zitten allemaal in die film. Alles komt terug en alles wordt ook weer geïntroduceerd. En voor de kleintjes, voor de kinderen hebben dan de kindjes van nu, zeg maar. Daar zitten we weer met Kate en Koen, de nieuwe boeven. Lange Linke Leo en B1001 en de Jonkheer. En dat is weer allemaal van deze tijd. En die hebben ook weer de instrumenten van deze tijd om de mensen het leven zuur te maken. Inderdaad, er werden best wel veel nieuwe personages toegevoegd. Nieuwe boeven, Kate en Koen natuurlijk. Heeft u nog misschien ideeën voor films in de toekomst? Nou ja, we zouden heel graag door willen met Kate en Koen. Omdat, zeg maar, dat we hebben die nu geïnteresseerd als de nieuwe helden. En een tweede verhaal, dat zou absoluut dat zou wel heel leuk zijn om dat te gaan maken. En een nieuwe serie misschien? Nou ja, dat is, kijk, alles is mogelijk. Hoe zeg je dat nou? Ja. Ja, ook leuk. Ja, ik weet het niet. Het hangt ook een beetje af van wat de reacties zijn. Maar wat ons betreft is het dat we eigenlijk wel gelijk door willen gaan met een tweede film. Met Kate en Koen en de nieuwe boeven. En een nieuw avontuur die net zo spannend is als deze. Kunt u wat vertellen over hoe dit project tot stand is gekomen? Nou, dit project is ongeveer, loopt eigenlijk al jaren, lopen we met de gedachte om dit project op te starten. En we hebben 2 jaar terug besloten dat het maar eens moest gebeuren. En de combinatie wilden we maken tussen 2 dingen. Dat was een nieuwe talenten ontdekken, samen met Bas en Aad. En een geweldig afscheid maken door middel van een première van de carrière van Bas en Adriaan. En ik denk dat we in beide gevallen nu geslaagd zijn. We hebben 2 geweldige talenten gevonden. En we hebben denk ik 2 geweldige premières waar het afscheid gevierd kan worden van Bassie en Adriaan. Dus ik heb mijn doelstellingen bereikt. En wat betekent het voor u om een beetje de laatste Bassie en Adriaan film te maken? Nou, het is niet alleen de laatste, het is ook nog eens de eerste. En ik vind het geweldig. We hebben geweldig genoten. Ik ken ze al 30 jaar en ik ben 30 jaar werken we samen. En ik vond dit echt een hoogtepunt voor mezelf. En ik hoop dat het ook een hoogtepunt wordt voor hun. En dat zal met name door de première en de film en het succes van de film zal dat bepaald gaan worden. 30 jaar, hoe heeft u ze dan leren kennen? Nou, ik heb ze op een, het was denk ik in juni, ergens op een zonnige dag bij mij aan huis, zijn we contractonderhandelingen gestart. Ik deed toen al hun dvd's, wat toen nog VS'en waren. En we hebben zo elke 10 jaar hebben we een nieuwe overeenkomst gemaakt en vorige week in Marbella hebben we een nieuwe overeenkomst getekend voor weer eens 10 jaar. Dus ja, ik vind dat geweldig. Ik vind het geweldig dat ik dat vertrouwen van hun gehad heb. Ik vind het geweldig dat we in Nederland zulke artiesten hebben als Bassie en Adriaan. Die echt baanbrekend werk verricht hebben op het gebied van kindertelevisie.
En ik voel me heel trots op dat ik daar een onderdeel van mag zijn. Wat is volgens u de succesformule van Bassie en Ara en hoeveel heeft het aan u te danken? Nou, het heeft helemaal niets aan mij te danken, want hun hebben hun eigen act gemaakt. Ik heb daar apart nog deel aan. Ik denk dat het vooral te maken heeft met het geweldige talent en het inzicht van zowel Bassie als Adriaan om te weten wat kinderen voelen, hoe dat ze zich kunnen verplaatsen in een wereld waarbij ze keer op keer elke de normen en waarden die ze zelf hechten aan wat er moet gebeuren en wat je moet kunnen zien, hebben ze gehandhaafd tegen alle stromingen in. En 30 jaar later is het nog steeds een eclatant succes. Het wordt nog elke dag uitgezonden op televisie, zowel in Nederland als in België. We hebben 2 jaar terug een digitaal Bassie en Adriaan channel gestart. Daar zitten we inmiddels op haast 17 miljoen mensen die daarna gekeken hebben, die de liedjes volgen. We hebben vastgesteld dat gemiddeld 3 tot 4 minuten daarna gekeken is, dus reken maar uit. En dat is hun verdienste, dat is hun talent en dat is hun manier waarop ze met hun fans omgegaan zijn. En wat maakt volgens u een goede kinderfilm? Wat een goede kinderfilm is, dat is je nogmaals hetzelfde als wat is een goede act. Dat is je probeert te verplaatsen in datgene wat je denkt dat kinderen leuk vinden. Ik ben deelgenoot geweest ook van de Kameleon films, Scheepsjongens van Bontekoe. En we hebben altijd voor ogen gehouden wat vinden kinderen belangrijk en wat vinden ouders belangrijk dat hun kinderen gaan kijken. En ik denk dat ook zeker bij deze film zo is. Het is spannend, het is leuk. Er zit een klein beetje educatie in, maar het is vooral ontspanning. En ik denk als je na 72 minuten uit Kate en Koen en de speurtocht van Bassie en Adriaan gaat, dat je een geweldige middag had met de kinderen. En dat is ook al bewezen op de première in Oostende, waar de mensen echt laaiend enthousiast waren. Denkt u dat u in de toekomst ook een langdurige samenwerking zal hebben met Kate en Koen? Dat ligt wel in de lijn van de verwachtingen. Samen met Annemarie Mooren, de regisseuse en de scenario schrijver Dick van de Heuvel, zijn we al bezig met het vervolgproject. Oké, en kunt u uitleggen waarom mensen deze film moeten zien? Ja, mensen moeten niks, maar ik denk als je gewoon een fantastische middag wil hebben als ouder, grootouder, mensen die 4 generaties lang opgevoed zijn met Bassie en Adriaan en je gaat er met je kinderen naartoe, dan heb je gewoon een geweldige middag. Als je ziet dat je kinderen genieten en je geniet zelf ook nog een beetje mee vanuit de nostalgie, dan heb je gewoon een fantastische film gehad. Hoe voelt het om eindelijk weer als duo voor de camera te staan? Nou, eindelijk weer. Het is apart om weer als duo voor de camera te staan, want 12 jaar geleden zijn we gestopt vanwege de ziekte van mij. En toch abrupt. Dus we hebben geen afscheid kunnen nemen. En nu zijn we gelukkig in staat gesteld door die film om weer samen een keer voor de camera te staan. Als een mooi afscheid. Ja, een heel mooi afscheid. Het is, de filmbeelden zijn. De story is goed, het verhaal is leuk. Het beeld om te zien is prachtig. Dan word je, als je het beeld alleen al ziet in zo'n grote bioscoop. Dan krijg je tranen in je ogen. Zo mooi. Dat is. En de belichtingen zo. En ook Kate is heel erg mooi. Ja, 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 ja. Dus heleboel mooie dingen. Wat maakt van Kate en Koen goede opvolgers? Dat weten we nog niet. Dat maakt het publiek uit. Kijk, we hebben kinderen als publiek. En een heleboel mensen die zeggen van ja, het is maar voor kinderen. Dat is met deze film niet gebeurd. Maar de kinderen maken ook uit of het opvolgers worden. En ik heb wel het idee dat het gaat lukken. Want mijn kleindochter, die kwam na de film direct naar me toe en zei: opa, wil je aan Kate vragen of ik met haar op de foto mag? Dus voor haar is wel een nieuwe helder geboren. Ja, dat zegt niks, dat wou ik ook. Ja, maar ze hebben tegen jou nee gezegd. Ja. Ik snap het niet. Nee, maar het is wat mij opviel, want we hebben een verleden week zaterdag ook pas voor het eerst gezien de film. We waren nog maagdelijk, maar wat mij opviel, dat de kinderen waren zo stil en zo rustig. En als je niet goed heel bezig goed, bent samen met het publiek, dan gaan ze Let's Eat It spelen. En dat was fantastisch. Dat wil zeggen dat je de kinderen boeit. En wat ik ook heel fijn vond, dat die film goed afgelopen is. Als we daar nog gezeten. Ja, want die laatste scène in die auto, ik dacht nog even bij de film toen ik zat te kijken, ik denk, je zou die nou toch erop donderen? Toen je zat te kijken, bukt die ook. Bukt die. Ja, goed. Ja. Het is alweer 60 jaar geleden dat jullie begonnen samen te werken. En, niet als lang geleden? Want ik al te trainen. Toen was ik 9 jaar. Dus ik weet niet hoe lang dat geleden is. En onze eerste optreden maakten we dus inderdaad 6 jaar geleden. Op 13 augustus, op moeders verjaardag. Ja, in het zaaltje van Café de Oude Meid. Oude Meid. Nou, daar verwees ik ook naar inderdaad. Maar er zijn generaties met jullie opgegroeid, maar veel van mijn leeftijdsgenoten weten niet eens dat jullie ook echt zijn begonnen als echt acrobaten. Nee, en waren we dus niet alleen acrobaten, we waren ook hele goede acrobaten. En het is natuurlijk altijd heel moeilijk om te zeggen dat je heel goed was, maar we werkten in de mooiste theaters van de wereld.
in de beste programma's. En daar stonden we ook nog eens een keer als beste nummer geplaatst. En één keer stonden we daar als tweede. Maar toen was het eerste nummer in het programma, was Siegfried en Roy. En die zijn vier keer uitgeroepen tot het beste nummer van de wereld. Dus het was geen verkeerde plek. Ja, jullie leerden vroeger Adriaan is acrobaat. Maar als hij op zijn handen stond, had ik hem vast. Ja. En dat is ook de reden waarom Bas zo klein was. Ik stond altijd op zijn hoofd. Dus hij had kans om te groeien. Ik word aan die tijd elke morgen nog herinnerd als ik mijn bed uitstop. Want ik heb twee stalen knieën en een stalen heuptron overgehouden. Ja. De man van 6 miljoen. Ja. Adriaan was altijd een beetje de meer volwassene van het duo. Maar u bent wel de jongere broer. Dus was het een bewuste keuze? Ja, maar het is toch wel mijn kleine broertje. Dat is wel te zien. Nee, dat groeit op een gegeven moment. Ik ben ook in jaren 1964 ben ik clown geweest. En ik voelde me daar dood ongelukkig in. Oh. Er werd wel gelachen, maar volgens mij werd ik uitgelachen. Je bent uitgelachen. Ja, dat kan niet aan. En toen heb ik gezegd, jongens, dit pakt nooit meer. Ik neem een smoking aan. En ik ga me neerspelen. En die rol die werd door de kinderen goed geaccepteerd. En toen heb ik gezegd, dat ga ik doen. En zo gaan we doen. En later is het een acrobatenkostuum geworden. En ik heb mijn eigen naam gehouden, Adriaan. En zo zijn Bas en Adriaan geboren. Nou, waar ligt eigenlijk de kracht in jullie samenwerking? Dat we ons publiek altijd heel serieus genomen hebben. En wij gunden elkaar het applaus. Ik bedoel, je moet het zo zien dat Aad, die gaf de voorzet. En ik kopte de bal erin. Maar als Aad die voorzet niet gaf, kon ik hem er niet in koppen. En je moet nooit proberen allebei even lollig te zijn. En wat ik ben veel leuker. Ja, dat weet ik wel, dat weet ik al. Ja. Maar ja, niemand merkt het, dat vind ik jammer. Wij hebben nooit dat streberige gehad van, ik wil beter zijn dan jij. Want nee, waren onze taken. Hebben we niet gehad tegenover elkaar, maar hebben we wel gehad tegenover de collega's. Want als je artiest bent, dan moet je een streber zijn. Dan moet je alleen maar vechten om de beste te zijn. Wij zeiden altijd, geef ons maar een microfoon en gooi het licht op en dan gaan we kijken wie er wint. En als je dat niet hebt, moet je geen artiest worden. Nou, is het echt jullie definitief afscheid, zoals jullie hebben aangekondigd? Kijk, ik heb dus 12 jaar geleden heb ik een operatie gehad. En er is al helemaal zo'n stukje van mijn tong over. Mijn spraakvermogen is niet zoals het hoort te zijn. En als je wat doet, moet het 100% goed zijn. En ik kan het nooit meer 100% doen. Dus ik ga niet meer op een toneel staan met een voorstel van 2 uur. Dat ze dan veel zeggen, ja, vroeger was die leuker. Dan hebben ze ook gelijk en dan doe ik het niet. Ja, ik doe nog een half uurtje, een showtje van een half uur. Op de meest uiteenlopende dingen doe ik, maar dat vind ik leuk. Ja, één keer per week, hooguit 2 keer per week. Zaterdag moet ik ergens. Maar dat zijn allemaal dingetjes, dat zijn geen optredens. Maar geen shows meer van 2 uur? Nee, dat doen we niet meer. En waar de mensen voor moeten betalen, vergeet niet. In theater moesten de mensen betalen. En dat wil zeggen, dan ben je als artiest zijnde, ben je verplicht om daar een goede show tegenover te stellen. 100%. En er zijn ook mensen die hebben dat anders geïnterpreteerd. Omdat als wij iets maakten en het werd het publiek enorm gewaardeerd, dan werd er gezegd, ja, ze zijn commercieel bezig. Nee, we zijn maar één ding bezig geweest, altijd, en dat is de formule geweest waardoor we succes hebben gehad. We zijn bezig voor ons publiek en daar hebben we heel wat voor gewerkt. En daar waren we zo goed in, dat we daar naar loon voor betaald zijn. En we krijgen gelukkig nog steeds, zoveel jaar na ons optreden, elke dag fanmail met de fijnste complimenten die we kunnen voorstellen. Dus ik kan terugkijken op een hele geslaagde artiestenleven. Dan gaan we eens een keer een aantal van die dingen op de site zetten. Ja, kunnen we doen. He? Namen weggewerkt, maar dat is wat... Met namen doen we, mag ook bij. Dan schrijf jij ze tegen mij en jij schrijft ze tegen mij. Dan heb ik nog één laatste vraag. Namelijk, de vriendin van de cameraman is deze week jaar. Dus zou je nog voor de allerlaatste keer gefeliciteerd voor kunnen zingen? Gefeliciteerd, gefeliciteerd, oh wat zijn we vrij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, zijn vriendin dat is jarig en dat ben jij. Oké, okay, fijne verjaardag en tot ziens, hoi. Nou lieverd, ik zou jij niet zeggen, zijn smaak bewonder ik, maar bij jou heb ik zomaar twijfels, hoor. Oké, doei. Ja, dag hoor.